Mocht je niet gediend zijn van knallers, rotjes, raketten. We hadden net even contact met de dode moeder over Brielen, wat een herrie dat daar was. Ze zei het leek wel oorlog. En misschien was dat bij jullie ook, als je kijkt in jullie plaats, stad, dorp, gehucht. Dan is Frankrijk best wel een goede, ja... Goed alternatief. Het alternatief. 3 vuurpijlen in de verte. Ja, en we hebben heel vaak al de jaarwisseling doorgebracht bij Honfleur. Ja. En nou, daar gebeurt ook helemaal niks, joh, terwijl er heel veel mensen zijn. En daar staan dan 150 campers. Ja, en er gebeurt ook niks. En hier 5. Dus heb je honden die niet tegen knallen kunnen en katten en anderen, of kan je er zelf niet tegen, ga naar Frankrijk. Ja. Of goeie Scandinavië tip. Misschien wel, daar ben ik eigenlijk helemaal niet van op de hoogte, hoe dat is. Maar ga naar het buitenland, is ons advies. Ga reizen, 2022. Doen! Doen! Doei. Dan gaan we door. Naar, we denken naar de... Ja, we gaan denk ik richting Morvan. Dat is ook alweer eventjes geleden geweest. Je schampt het vaak. Maar we willen er nu wel eens een keertje weer eens echt doorheen rijden. Zo jongens, lekker een lunchplekje gehad. Dootjes, ben je aan het doen, Do? Eigenlijk. Alles checken. Oh ja. Alles checken, alles passen. Als camperaar, dat weten jullie, moet je alles checken. Zijn alle dicht, kastjes dicht? Ja. Kastjes dicht, koelkast dicht. Alles in orde. Ligt er niks los? We kennen het allemaal wel, dat je de eerste bocht neemt, dat je dit bedeng hoor. Nou, wij kennen dat zeker. We hebben dat al meerdere keren gehad, maar we gaan er nu beter op letten. Rij mee, we gaan de Morvan in. Mooi stukje, ja. Denk ik, hè? Ja. Leuk. Ik heb het 10 keer gevraagd aan Do. Ik ga het zeggen. Het heet Coeur les Tombes in het regionaal park de Morvan. Ja, en wie de Morvan nog niet kent, het is echt een mooi gebied. We komen er eigenlijk al heel veel jaar. Ooit zelfs getwijfeld om... Hier te gaan wonen? Ja, maar dat is echt... Dat, ja, denk heel dat lang dat geleden. Al, meer dan 20 jaar geleden is geweest. Misschien wel 30 jaar geleden. Ja. Denk ik. En toen was het nog heel erg... ja, nu ook natuurlijk. Niet heel druk hier, maar een beetje onontdekt gebied. Maar het is een beetje te vergelijken met de Ardennen. Nou, eigenlijk meer met het Nationaal Park in Amerika. Oh ja, ja, moet je kijken wat je ziet, joh. Een soort sequoia's. Let op. Bijzonder, hè? Kijk, joh. Echt van die reuzenbomen. Ja. Ook daar moet je een keer heen gaan. Ach, een mens heeft te weinig tijd om alles te ontdekken. Dat is echt net gekhuis. We zijn bij een of ander mysterieuze klooster terechtgekomen. In the middle of nowhere. In het bos. En ja, het is een beetje raar. Ik kan niet uitleggen waarom, maar... Ja, weet je, er is niks, alleen maar dit. En dan is het ook best modern. En ja, het is hartstikke verlaten of eenzaam. Ja. Kijk. Ja. En het is ook geen mooi klooster. Nee, ook niet. Maar ik kan daar misschien eens rondop pad, Rick. Ja, we zijn ook eigenlijk misschien wel illegaal aan het trespassen. Nou, denk ik. Ja. Nee, kijk wel even. Dadelijk worden we weggestuurd door de abt. Hè? Dan krijgen we een paar boze monniken achter ons aan. Nou, als je een keer gaat wandelen... En je volgt de route naar Santiago de Compostela en je komt over de route van Vézelay. Ja, dan kom je hier ook uit. Zo weet je het alvast. Ik denk wel dat je een slaapplekje hebt hier. Ja, het is
bijna een Lourdes grotje. That's the question. En zo doet onze tip dat. Je legt hem even buiten de kerk en hij blijft gewoon wachten. Hey tip, braaf jongen. Braaf, heb je zo gewacht? Heb je zo gewacht? Oh. Hallo. Gaan we even verder, hè? Ja. En altijd happy de peppy. Nou, we gaan er maar vanuit dat niemand tip steelt bij een kerk. En het is gelukkig ook niet gebeurd. Ja, en dat is ook de mor van. S'avonds. 0,0. Je kan hier gewoon over straat lopen. Er komt geen auto aan. Dan hoor je ze van verre aankomen. Ja. Een hotelletje. Er is geen mens. Ik loop dan midden op het drukke kruispunt. Bij de kerk. Nou, ook niks. En het is doodstil. Je vraagt je af waar iedereen is. Kijk, ze hebben eigenlijk wel een beetje luguur. Dus een kerk gewoon midden in het dorp, kijk. En dit zijn graven of zo. Raar, hè? Heel bijzonder. Heel raar. Ja. Kijk dan. Ja. Hier ligt zo, is ook zo'n kist open. Nee, joh. Nou ja, het zit niks in, hoor, maar... Nee, die is er vandoor. Nou ja. Ja. Dat is gek, zeg. Ja. Hè? Bizar. Je vraagt je af wat er in die andere zit. Of dat echt graven zijn. Je doet alles voor je hondje. Je legt een matje buiten omdat je denkt, nou, dan hoeft hij niet op het grind. En waar gaat hij liggen? Naast zijn mat. Jongen, jongen tip, waarom doe je dat nou? In de Morvan hebben ze niet van die enorme watervallen, maar... Staat er toch eentje? Maar is mooi. Mooi, hè? Leuk, hè? Excuse. Dit was hem, de waterval. Meer dan een verval van meer dan 10 meter. Nee, dat is hij. Ik zal hem even inzoomen voor jullie. Nou, het lijkt wel de stortvorsen wel. Zeker. Hè? Is klein. Eerst snoepjes uit het klooster. En ze smaakte, wat zei je, ze smaakte een beetje? Ze smaakte net zo muf als het klooster was. Ja, oh. We zijn onderweg naar die brachte bon façon. Mon beuvre. Piepera, we weten niet precies waar we heen gaan, maar we zagen het op het laatst. Hè? En, we moesten even een LMRA'tje doen. Ja jongens, voor de kennis LMRA. Ik zie het wel in de commentaar, hè? Ja. Dus op het laatste moment zijn we daarheen gegaan. En weet je niet wat ons te wachten staat eigenlijk? Nee. Idee van Do. Oh jee. Als de weg nou maar goed blijft. Nou, we staan weer op een plekje à la Do Rick. Ja, het is niet echt een camperplaats, hè? Ja, het is de parking voor het museum. Museum van het plaatsje, hè? Ja, geen plaatsje, maar dat heet Biebrachte. Ik heb net geleerd dat Caesar dat gebruikte als woord voor vesting. En omdat het woord bie ervoor staat, betekent het dubbel. Dus dubbel versterkt. Zo. Nou. Want het is eigenlijk driedubbel, want nu zijn wij er. En het is dus een museum over de nederzettingen die hier al sinds de tweede eeuw of zo voor Christus waren. En opgravingen zijn er geweest. En in 96 is hier een museum geopend. Oké, okay. Nou, gaan we eens even kijken wat er te bekennen is. Het was even in een notendop. Zo, en dit is onze camperplaats voor vanavond. Mooi muurtje. Het is weer eenzaam en verlaten. Ergens in de heuvels van de Morvan. Ja, zoek het maar op waar het is, Biebrachte. En het is een soort, ja, klein parkeerplaatsje, vlakbij het museumpje. Volgens mij kunnen wij heerlijk hier wandelen. Ja, moet je kijken.
Ja, er is hier gewoon helemaal niks. Er staan wel een paar picknickbankjes. Ja, je loopt inderdaad zo het bos in, joh. Mooi. Nou, dan zijn we alleen op de heuvel hier. Aarde donker. Zullen we even zo uitdoen? En dan moet je heel even nog niet doen. Nee. Dus het ligt daar iets op dat bankje daar. Zie je? Ja, aan potteke. En ik had net even gegoogeld en daar zitten hier wolven. Dus... Maar net zo weinig als in Nederland. Ja, maar toch. Dus wat heb ik gedaan? Kijk, eventjes filmen. Ik heb wel even mijn insectenspray meegenomen. Okay. Ja. Dat heb ik maar meegenomen. Want ja, je weet het nooit, hè, wat je tegenkomt. Oep. Het is hier echt aardedonker en we zijn helemaal in onze uppie. Spannend. Ja, dat weet ik ook niet. Zal ik hem even uitdoen? Nee, doe maar niet. Dan weet je hoe donker het is. Nou, doe maar uit dan. Ja, je ziet echt geen steek meer. Boe! Nou, we gaan op onderzoek uit. Het was weer een prima plekje. Wel in the middle of nowhere. Het was vannacht echt heel erg eenzaam, hè, Do? Nou, hè? Het was wel heel stil. We gaan... De Mont-Beuvre opklimmen. Ja, 800 meter geloof ik, hè? Ja, over de 871. Ja. Nee, 102. Nou, het is niet zo dat we gelijk 800 meter gaan klimmen, hoor. We zitten al op 600 meter. Ja. Maar toch. We gaan eens even kijken hier. Nou, ik ben niet van de hele oude gebouwen en opgravingen. Maar het is toch wel weer indrukwekkend dat hier iets staat. Wat gebouwd is in 20 voor Christus. Ja. Dat is toch wel heel erg bijzonder. Dit was het hart van het vestingstadje. Ja, moet kijken. Hele grote tent, midden op het veld. En moet je kijken. Jeetje, mina. Oh ja. Dat is grappig, zeg. Het is gewoon een hele complete opgraving, joh. Waar ze gewoon nog mee bezig zijn. Ja, fantastisch. Ja, het is wel weer heel bijzonder om dit te zien. Moet je kijken. We zijn gewoon nog bezig hier, hè? Apart, joh. Moet je kijken. Oeps. Zo. Ja. Nou, ik zal jullie niet langer vervelen hiermee. Maar als je er staat, is best leuk. Ik mag wel zeggen, indrukwekkend. Oh ja. Ja. Eigenlijk een muur. Ja, inderdaad. Die wortels groeien er helemaal overheen. Geluk hadden gehad, was dit ons uitzicht? Moet je kijken hoe ver je kijkt hier. Alleen de werkelijkheid is toch net iets anders. Zo is het nu. Jammer. Als je zo een beetje à la campagne rijdt door Frankrijk, ja, dan kom je nog wel eens hele bijzondere verschijningen tegen. Waaronder best een groot complex. Boeddha-tempel met barretje, restaurant, de hele mikmak. Eens kijken of we het terrein eventjes kunnen verkennen. Ik weet niet of het mag, het ziet er erg gesloten uit, maar we gaan eens even koekeloeren, jongens. Ah, die muurschilderingen zijn altijd wel heel mooi, hoor. Heel fleurig. Het zal inderdaad wel heel veel betekenen. Ik ken helaas de betekenis er niet van. Maar het is wel heel bijzonder. Misschien kan iemand er wat over vertellen, ik weet het niet. Maar een olifant met een aap erop en daar weer een konijn op. Ik zou niet weten wat het betekent, maar het zal heus wel iets betekenen. Wat jij, Do? Ja, dat chateautje, ja, volgens mij wel. Ja, dit doet me echt denken aan België. Daar hadden ze ook zo'n chateau, weet je nog? Daar zijn we toen ook een keer heen gereden. Met koeienstallen en zo. Nee, dan? Ja. Heel bijzonder. Ja,
bijzonder, hè? Niet anders als, als de paus, hoor. Nuchtere doo. Ze zeggen net tegen elkaar, ze houden wel enorm van kleurtjes. Bijzonder, zeg. Ook relief. Ja. Mooi gemaakt, hè? Kijk er bovenop. Moet je kijken. Weer een rijke versiersels allemaal. Bijna te vergeten te filmen hier. Ik zei het, moeten we niet filmen. Goed, we beginnen met de dag met bonjour à tous. Bonjour. En kijk, ja, dat ziet er een beetje artificial uit, hè? Ik wilde zeggen dat, dat we eigenlijk wel vannacht alleen stonden. Maar op deze desolate plek, wat schetst mijn verbazing, stond er nog een Nederlandse camper. Opeens. Nou, dat is bijzonder, hè? Wij Nederlanders vinden toch altijd de bijzondere plekjes. En waar is deze plek? Dit is, oh, dat heb ik gisteren al verteld, hè? Ietsje op. In onder ten zuiden van Dorat. Dorat. Nou, we staan nu weer op een prachtig plekje. Echt heel mooi. Dat is een van de... mooi, ja, hoe noem je dat ook weer? Cubo Village de France. En we zitten in... op het plekje. Voor de mensen die graag willen weten waar we staan. Even opzoeken. Prachtig uitzichtpunt. Ja, het is helaas bewolkt nu. Kijk, dit is dan de camperplaats. Eigenlijk ja, is dat niks meer dan een heel klein parkingtje met een klein weggetje ernaartoe. En bovenop die bergrug, ah ja, bergrug, 800 meter zitten we. Dus valt nog wel mee. Oeh, wat is die vies, hè? Jeetje, mina, jongens. Poeh, nu ga ik eerst lekker naar binnen in de campert. Want dough is heerlijk, hè? Chocomel met rum aan het maken. En met dit weer heb ik er best zin in. Ik vind dit wel special edition. Oh. Lekker, hè? Lekker chocomelletje. Chocomelletje rum. Daar moet wel een tikje in zitten, hoor, jongens. Ja, dat zit zeker. Zit een flink tikje in, hè? Oké. Okay. Proost. Proost, meisje. Vlug naar buiten gegaan, want het klaart een beetje op. Je ziet nu ook het plaatsje, al zie ik het bijna niet. Maar je kan ook een beetje de bergen in de omgeving zien. Dus wij zeiden we gaan. We zijn weer bijna bij de Belvedere. Ja, het is toch fantastisch, hè? Wat een geluk dat je toch zulke plekjes af en toe hebt. Moet je kijken. Hier, Access Belvedere. Oh, ze hebben echt zwaar een hekje gemaakt daar. Ah, jongens, het wordt zelfs nog beter. Want ze hebben echt een prachtig uitzichtpunt gemaakt hier. En dat ontdek ik nu pas. Let op. Gaan we er langs omheen. Ga maar, Tip. Nope. Zo, dat is waanzinnig. Nou, het is niet heel makkelijk te bereiken. Maar moet je, jeetje, moet je kijken. Het loopt allemaal door, joh. Het is een heel pad. Wow, mooi. Woehoe. Zo, de meters. Ja. Dit zou je wel live moeten zien, hoor. Een diepte. Oh, mooi. Ja, het loopt nog een stukje door. Even kijken daar. Je moet geen hoogtevrees hebben.
Ja, het is niet, het is echt een beetje gammelig. Moet je kijken, jeetje mina. Grappig, hè? Daar hebben ze zo'n paardje gemaakt. Oh, mooi. En door die kloof, daar doen ze dus aan canyoning. Ik vind het een moeilijk woord, canyoning. Maar het is heel knap dat mensen dat doen. Het lijkt wel bijna de Grand Canyon. Ja, en ze waarschuwen ook, want je moet in dat gedeelte van de canyon, dan moet je dus met je voeten tegen de ene wand en je rug tegen de andere wand. Dat is een heel smal stuk, ja. Ja, en ze waarschuwen dat hier ergens een elektriciteitscentrale zit met een dam, een stuwdam. Dat op bepaalde tijden zetten ze die sluizen open. Ja, en dan... Volgens mij was dat hele smalle stuk daar. Ja. Ja, daar. Ja, daar denk dat ik, is ja. Het hele smalle stuk. Zo, dat was een stormachtig nachtje, zeg hé. Hey. Wow. Heeft hij flink gestormd en nu is het 2 graden. Koud. Oh, dat helemaal niet door, joh. Kijk even op de thermometer buiten. Ah, de zon komt op. Maar hij ligt daar sneeuw. Wow. Scout tip. Eetje.